Welkom bij Amsterdam Televisie op YouTube, op Facebook, op Twitter en de website amsterdamtelevisie.nl. Het jaar 2000. Weten we het nog? Na de opening van de arena moest de ene na de andere grasmat worden vervangen. Wij gingen op onderzoek uit. Dit is André en u kijkt naar Amsterdam TV. Dit is gras. Nou zult u denken, wat is daarvoor bijzonders aan? Maar wist u dat gras een uniek plantje is? Er wordt op gelopen, gevoetbald, het wordt gemaaid, het wordt afgegraast en het blijft maar doorgroeien. Tenminste, als je het goed onderhoudt. Gras heeft heel wat voeten in de aarde. Zeker als je het als voetbalveld in een overdekt stadion neer wil leggen. We zijn hier op Papendal bij de sectie sportaccommodaties van het NOC-NSF. En we gaan praten met ingenieur Versteeg over gras. Meneer Versteeg, wat doet u hier precies? Nou, u bent hier bij het Instituut voor Sportaccommodaties van NOC-NSF. En wij als adviesbureau en ontwikkelings- en onderzoeksbureau houden ze in de breedste zin van het woord bezig met de totstandkoming van goede sportaccommodaties in Nederland. Zowel voor de georganiseerde als niet georganiseerde sport. En moeten we dan alleen maar aan gras denken? Nou, onderzoeksmatig houden we ons bezig in de breedste zin met de sportvloer. En dan praat je over elke vloer waar een interactie naar een sport toe plaatsvindt. Dus dat geldt voor gras, voor voetbal. Maar dat geldt ook voor vloeren in sporthallen, tennishallen, vloeren in squashcentra, kunststof skihellingen of bijvoorbeeld in de paardensport, wanneer je praat over bodems voor de manege. Dus daar is waar we ons vooral onderzoeksmatig en ontwikkelingsmatig mee bezighouden. In adviserende zin gaat dat veel verder. Dan beperken we ons niet alleen tot de sportvloer, maar houden we ons ook bezig met alle bouwkundige facetten die daarbij komen kijken. En zo'n advies wat u uitbrengt, hoe verloopt zo'n proces? U wordt benaderd door een accommodatie die gebouwd gaat worden? Ja, dat kan het geval zijn dat men een nieuwe accommodatie wil realiseren. Het kan zijn dat er een accommodatie moet worden gerenoveerd. Dat is ook een mogelijkheid. Wij worden vaak dan door een gemeente benaderd of wij adviezen kunnen geven om tot een goede accommodatie te komen die passend is binnen hun budgettaire mogelijkheden. Nou, daar brengen we dan in principe een offerte voor uit om onze diensten dus aan te bieden. Als we even kijken naar gras, dan zijn er nogal wat soorten gras. Daar gaan we straks even naar kijken. Is de grasmat het grootste gedeelte van uw werk? Ja, dat is ook vrij logisch. Het grasveld, die sportvloer, komt eenmaal in Nederland veruit het meeste voor. We hebben in Nederland zo'n 50.000 hectare sportgrond. Nou, dat overtreft elke andere tak van sport. Dus als je bezighoudt en pretendeert met sportvloeren bezig te zijn, is het eigenlijk logisch dat ontzettend veel aandacht, gras en alles wat daarbij bij komt kijken, dat we ons daarmee bezighouden. Het maakt inderdaad een heel groot deel van ons onderzoek maakt het uit. Als we even kijken naar het onderzoek wat u doet, wat voor faciliteiten heeft u daarvoor hier? We hebben eigenlijk drie faciliteiten daarvoor ter beschikking staan. We doen veel onderzoek gewoon in de praktijk, op locatie. Daarnaast hebben we zelf hier op Papendal twee faciliteiten om onderzoek te doen. Bij ons in het gebouw hebben we een eigen laboratorium, wat helemaal ingericht is voor sportvloeronderzoek. En daarnaast hebben we buiten een groot proefstation van 6 hectare, wat vooral ingericht is voor het onderzoek op gras. Het lijkt me interessant om daar eens even naar te gaan kijken. Prima. Wat zien we hier precies? Nou, hier liggen op ons proefstation liggen allerlei terrassen waar gras wordt onderzocht. We onderzoeken het gras eigenlijk op een aantal categorieën van gebruik. Daar liggen bijvoorbeeld ligt een terras waar het gras bekeken wordt voor gezond toepassing, dus aan de tuinen. Daar zitten tevens stroken in waar we kijken of gras geschikt is om toe te passen voor golf. Voor golf heb je nou helemaal een heel ander maairegime, dat wordt maar op 6 mm wordt dat gemaaid. Dus kijken we daar naar toepassing voor golf. Het terras waar we hier staan is vooral bedoeld om rassen te onderzoeken op hun geschiktheid voor sportvelden, met name voetbalvelden. U heeft het over rassen? Ja, je praat in grassen over grassoorten en die grassoorten zijn weer onderverdeeld in grasrassen. En waar we hier naar kijken zijn dus per soort naar de kwaliteit van de verschillende grasrassen die we hebben. Ligt er nou in bijvoorbeeld een voetbalveld één soort? In een voetbalveld, maar eigenlijk in elke toepassing, ligt altijd een mengsel van soorten. Omdat de ene soort is weer kwetsbaar voor een ene ziekte bijvoorbeeld, een andere grassoort is daar juist wat resistenter tegen. Zou je in één grassoort bijvoorbeeld een voetbalveld inzaaien en dat veld zou een bepaalde ziekte onderkrijgen, dan ben je natuurlijk meteen je hele veld kwijt. Nou, dat kan ondervangen worden door een andere grassoort erbij in te zaaien. Dus er wordt altijd uitgegaan van een mengsel van grassoorten. Wat zijn nou de kenmerken van een goede grasmat? De kenmerken van een goede grasmat is, moet je dus even kijken over welke categorie je het hebt, maar laten we het even hebben over de sportvelden. Dat is dat je een stevige, dichte zoden hebt en een grasmat hebt die behoorlijk resistent is tegen met name de bespeling.
En wat betreft die bespeling, daar doet u ook proeven naar, hè? Ja, we kunnen natuurlijk niet elke week hier voetballers laten komen om te kijken welke schade ze aanrichten op een grasmat of dat gras daar voldoende resistent tegen is. Daarvoor hebben we dan een speciale betrainingssimulator ontwikkeld. En die betrainingssimulator gaat dan wekelijks inderdaad over onze proefvelden. Dus wij spelen hier eigenlijk parallel aan de voetbalcompetitie. Wanneer op zondag gevoetbald wordt, dan de maandag erop, wij werken helemaal in het weekend niet, dan gaat onze betrainingsmachine die gaat over de proefvelden heen. En elke keer dat die machine eroverheen gaat, dat is dan representatief voor een aantal uren belasting door een aantal sporters. Dat heeft een bepaalde vertaalslag ondergaan. Wat kost nou een voetbalveld? Dat is moeilijk te zeggen, net als het kost een huis. Maar als je praat over een kosten van zeg maar even een standaard voetbalveld, dan praat je in de orde van grootte van 200.000 gulden. En het onderhoud? Onderhoud is zeer wisselend. Dat wordt sterk bepaald door de lokale omstandigheden. Als je bijvoorbeeld in een gebied als Gouda zit met veengrond, hele slechte grondslagen. Of je zit hier bijvoorbeeld op Papendal met een hele goede grondslag en een hele lage ontwatering. Daar zitten enorme prijsverschillen tussen. Maar wat je in extreme tegenkomt is zeg maar het goedkoopste praatje over nou zo'n 5.000 gulden per jaar in onderhoudskosten. Maar dat kan wel oplopen tot 20.000, 30.000 gulden op jaarbasis. Hoe gaan wij in Nederland met onze sportvelden om? Over het algemeen, wij werken ook internationaal, dus daar hebben we wel een beeld van. Kan je rustig zeggen dat de kwaliteit in de regel voor onze voetbalvelden, zeker alle velden die op het topniveau, ook in het amateurvoetbal voetbal worden gebruikt, liggen op een behoorlijk niveau. Als je kijkt naar schaatsen, dan heb je het over een ijsmeester. Is er ook een grasmeester? Er zijn gelukkig een heleboel grasmeesters in Nederland. Het verzorgen van een grasmat is absoluut een specialisme. Er zijn speciale onderhoudsmensen voor die daar opleidingen voor hebben gehad. Die misschien niet altijd die waardering krijgen die misschien wel vereist is om juist het goede grasmat overeind te houden. Maar het is absoluut een specialisme, ja. Wat gebeurt er nou als je zo'n grasmat binnen neer gaat leggen? Als je hem binnen neer gaat leggen, nou in principe kan je een grasmat natuurlijk wel binnen leggen. Maar dan weet je ook de omstandigheden zijn dermate slecht dat binnen kortse keren van het gras toch weinig meer over is. U heeft hier een proefopstelling, hè, van een overdekt situatie waar gras ligt. Ja, gelet natuurlijk op de ontwikkelingen van de laatste jaren. Kijk maar naar een stadion als de Arena of kijk maar Gelderdoom of kijk maar überhaupt naar internationale ontwikkelingen ook. Dan zie je toch dat drooms worden gebouwd, evenementen, zaken worden gebouwd waar dan daarnaast in gevoetbald moet worden. En dat betekent dat het ook onderzoeksmatig inmiddels meer aandacht is gaan krijgen. En om daar meer zicht op te krijgen, wat zijn nou de effecten van zo'n besloten omgeving op een grasmat, hebben we inderdaad hier een simulatie, kleinschalig weliswaar, van een stadion gebouwd. Laten we daar even naar gaan kijken. We zijn nu binnen en dat scheelt meteen al in de zogenaamde gevoelstemperatuur. Dat is ook een van de dingen waar je mee te maken krijgt als je een grasmat binnen neer gaat leggen. Ja, je merkt terecht, merkt u dat op, dat je nu al een enorm verschil merkt tussen een buitenomstandigheid en hier in een binnensituatie. Je staat hier dus inderdaad in een kleinschalig zeg maar, stadion met een zekere overkapping. Dus er is nog wel een bepaalde ruimte is er opengelaten. In dit mini-stadion kunnen we dus niet het hele dak dicht doen. Maar we onderzoeken inderdaad hier binnen wat nu de effecten zijn van deze veranderende klimaatomstandigheden. En is dat iets van de laatste jaren, nu dat de overdekte stadions tevoorschijn komen? Of was er al eerder onderzoek naar gedaan? Nee, voor zover ik weet niet. Althans, wij zelf hebben daar nog niet eerder, zeker niet in deze vorm, onderzoek naar gedaan. Dit is een onderzoek wat pas eigenlijk dit jaar echt vorm heeft gekregen. Maar gelet op de ontwikkelingen die je gewoon in de praktijk ziet, denk ik dat het van wezenlijk van belang is om een dergelijk onderzoek te doen. Wat gaat er nou mis bij die grasmat in de arena? Nou, wat er met name moeilijk is voor gras in een indoor situatie, is dat de plant natuurlijk niet in een omgeving ligt waar hij goed in gedijen kan. Dus wij noemen dat die plant ligt in een hele gestreste situatie. Dat betekent dat hij op zich al heel bevattelijk is voor bijvoorbeeld ziektes, bevattelijk is voor invloeden van vocht. Van alle omstandigheden die zich daar met name voordoen. Nou, wanneer je daar dan ook nog een keer een voetbalbelasting overheen zet, dan is die plant natuurlijk uiterst kwetsbaar. Nu zie ik hier een soort scheidingswand. Waar is die voor? Die scheidingswand is aangebracht omdat we hier een onderzoek doen dat zeg maar, binnen een stadion die op een gegeven moment bijvoorbeeld een tekort aan zuurstof krijgt voor een plant, hebben wij hier in een gedeelte van een stadionnetje een leidingssysteem in de bodem ingebouwd. Zodat we in staat zijn bepaalde gassen die misschien die plant tekort komt aan de bovenkant, om die wellicht via een ondergrondsysteem naar de gasplant toe te brengen. Bent u betrokken geweest bij het onderzoek naar die grasmat in de arena? In een heel vroeg stadium zijn wij inderdaad in gesprek geweest, met name met de Ballers Nederland, om te kijken of wij een ontwerp konden maken voor dat veld. En daar is niets uitgekomen? We hebben wel een ontwerp gemaakt, maar men heeft wellicht om motiverende redenen toch gekozen voor een andere weg. En uiteindelijk is er een ander systeem ingebouwd. En hoe kijkt u daar naar?
Ja, het is natuurlijk een heel experimenteel iets. Een dergelijk stadion is in de wereld nog nooit vertoond. Natuurlijk doet het me best wel zeer dat we niet in staat zijn om daar een betere kwaliteit van gasmat te hebben liggen. Maar als we even kijken naar het vooronderzoek wat u deed, plus nu een jaartje of 2-3 ervaring. Wat moet er dan gebeuren met die grasmat in de arena? We zijn nu natuurlijk 2 jaar verder, dus dat betekent dat de kennis bij alle partijen die naar gaande ook groter geworden is. Er is nu een bepaalde keuze gemaakt en dat zal om bepaalde redenen zal er zijn gebeurd, wellicht financiële redenen. Het is natuurlijk een keuze om te zeggen op een gegeven moment, ik vervang gewoon een aantal malen per jaar vervang die grasmat en dat kan op zich, zou dat goed kunnen functioneren. Neem niet weg dat ik denk dat we best in staat zijn, technisch, een veld ook in een dergelijke omstandigheid te realiseren, wat in ieder geval toch langer van een wellicht wat hogere kwaliteit zijn functie zou kunnen vervullen. Bent u al benaderd door de arena? Op dit moment zijn we niet in gesprek met elkaar. Maar ik denk, gelet op wat er nu de afgelopen paar jaar gebeurd is, zou het zeker interessant zijn om die discussie weer eens te openen. Om te kijken of je toch niet een wat andere koers moet varen. Er is nu tenslotte toch een aantal jaar in feite geëxperimenteerd. En dat rechtvaardigt misschien een wat nieuw experiment vanuit een andere invalshoek en met meer kennis die we op dit moment hebben. Groen is gras, groen is gras, groen is gras, groen is gras.